Ik deed een vlogwalk in Den Haag. En wie kom ik tegen? Raymond Verbeek, penningmeester van Badminton Nederland. En dan kon ik het natuurlijk niet nalaten om hem een vraag te stellen. Of beter gezegd, Raymond, jij hebt een paar mooie tips voor penningmeesters van badmintonverenigingen in Nederland. Kun je er in ieder geval in dit vlogje eentje delen? Zeker, ja. Als belangrijke tip, wat ik zelf probeer altijd na te leven, is stel niet uit wat je nu kunt doen. Wat bedoel je daarmee? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, bijvoorbeeld, en dat klinkt misschien een beetje raar of suf, maar ja, bijvoorbeeld tijdig je administratie bijwerken, tijdig aanmaningen sturen. Soms is het verleidelijk. Ik heb het vaak ook wel van op het laatste moment nog even snel dit, even snel dat. En dan ben ik uiteindelijk toch ook weer niet tevreden met wat ik dan in de haast moet opleveren. Terwijl ja, eigenlijk gewoon het tijdig doen mij toch meer plezier oplevert dan op het allerlaatste moment alles nog eventjes regelen. Maar je zegt dan ook, hè, als bijvoorbeeld de betaaltermijn is verstreken, dan meteen in de volgende dag die herinnering versturen. Bijvoorbeeld als het gaat om de contributie die je wilt innen. Op het moment dat je dat met elkaar zo afgesproken hebt, dat ben ik toch wel van mening. Nou, beste penningmeesters van Nederland, dit lijkt mij in ieder geval een hele zinvolle tip. Van de emotie kom ik al niet meer uit mijn woorden. Maar lees het artikel op badminton.nl, want Raymond Verbeek heeft nog meer tips en hij zegt ook nog vele andere inspirerende dingen. Raymond, leuk dat ik je even tegenkwam hier in Den Haag. Bedankt voor het interview. Ja, leuk. En succes daar in Nederland, alle penningmeesters. Ja, dank.